Ik breng het vanmorgen niet bij u, maar ik nodig u uit om te komen en aan de tafel plaats te nemen. En dan zal ik het aan u uitreiken. Ik zal het opscheppen, goed? Met eerbied gesproken. Ik bedoel het echt heel eerbiedig. Maar dan zal ik het opscheppen op uw bord. Maar u moet het wel zelf opeten. En wie mij eet en wie mij drinkt, zegt Jezus, die heeft het eeuwige leven. En als ik u de eerste hap met eerbied gesproken ziet nemen, dan zeg ik u, een ieder die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie hem opeet, nog een keer, niet letterlijk natuurlijk, maar met de mond van het geloof, wie hem opeet, daar moet ik tegen zeggen en daar mag ik tegen zeggen en daar moet ik tegen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Komt, vrienden, komt, eet en drinkt. Opdat u niet in de verdoemenis komt. In de hel die straks brandt. Het is niet zomaar vrijblijvend. God heeft niet zomaar het liefste wat hij had in de dood overgegeven. Dat dacht u toch zeker niet? Stop ermee, alsjeblieft. Doet God geen pijn door te zeggen, ik kan niet komen. Want dan zegt u eigenlijk tegen God, u bent een leugenaar. Want u roept mij, maar ik kan niet komen.